Hallo, dag Lorien. Hoe is het met jou? Ben je al een beetje hersteld? Want je hebt gisteren nog iets naars tegengekomen, dacht ik, hè? Eergisteren inderdaad. Als ik er vertrok na de beurs op Agrietlanders, had ik nog een verkeersongeval voor gehad met een whiplash. Maar al bij al sta ik hier, zijn onvoorziene omstandigheden, net zoals op een bedrijf kan voorkomen. Dus mede aan de schoenen is niet zonder risico, mensen. Vertel eens iets meer over je siertbedrijf en ook eigenlijk welke rol dat jij daar zo opneemt of die je daar opneemt. Ja, dus ik help vooral mee met de bestellingen maken ook, planten, de kleine stekjes stekken om tot grotere planten te laten uitgroeien. En zo verder, maar eigenlijk ben ik nu ook bezig aan de opstart van een zorgplantenbekerij en die gaat dan nog van start in maart, binnenkort dus. Amai, dat zijn nieuwe plannen. En laat je daar nog eens meer over? Ja, dus er gaan een groepje van 7 kinderen bij ons langskomen, 1 maal in de week. En ze gaan dus eigenlijk meehelpen met bijvoorbeeld plantjes in bakjes stoppen, een beetje kruid trekken, dat wordt er ook bij, enzovoort. En ik zo goed mogelijk in proberen helpen. Super, mooi initiatief. Innovatie, dat is een beetje een woord dat in heel veel vakbladen en ook op de beurs wordt hier ook heel sterk op ingespeeld op innovatie. Is dat iets wat jullie op het bedrijf ook toepassen? Ja, inderdaad, dat is toch wel nodig bij ons. Wij werken met een geautomatiseerde oppotmachine om snel en efficiënt te kunnen werken, om zo die planten op lavaballen te kunnen zetten. En dat is eigenlijk een heel groot voordeel, zeker bij grote, bij veel regenval, dat de planten niet in natte plassen staan. En die lavasteentjes absorberen dan het water en dan komt dat direct in grote reservoirs, waardoor dat wij ons water kunnen hergebruiken, minder spuistoffen moeten gebruiken. En ja, zeker een groot voordeel ons water steeds opnieuw kunnen hergebruiken. Maar dat zijn hele reeks mooie duurzame middelen die jullie inzetten. Ik heb mij ook iets laten wijsmaken of iets over laten horen vertellen. Uw vrienden hebben een specifieke troetelnaam of bijnaam voor jou. Vertel daar eens meer over. Ja, inderdaad. Ze noemen mij eigenlijk Miss Mais. Waarom? Omdat wij zetten zelf ook mais. En die periode van het maisseizoen vind ik eigenlijk heel prachtig om zeker ook mee te rijden. En aangezien ik nu weet van deze wedstrijd, hebben ze er best wel eens van gemaakt. Dat is mooi. En dan een laatste vraag. Moest je nu vanavond, stel dat je wint, als er een boodschap is die je naar het grote publiek zou mogen overdragen, welke zou dat dan zijn? Het zijn er eigenlijk 2. Ik zou eerst en vooral de land- en tuinbouwproducten willen promoten naar de maatschappij toe. Dat vele mensen, zeker het proces dat eraan vooraf gaat, voor alleen het product op de markt komt. En dat is eigenlijk een hele lange weg met verschillende normen aan vooraf. En mijn tweede boodschap dat ik wil meebrengen, aangezien dat ik de jongste kandidaat ben, wil ik de jonge landbouwers en tuinbouwers moeten spreken. Als dat hun passie is, zou ik je daarin willen sturen om dat te doen. Maar ik zeg, dat is een hele boterham, dat is heel mooi. Denk, als dat nu ligt, dan is er toekomst verzekerd. Hè. Bedankt, Lorien.